Gisteren Boksmeer. Vandaag nu staan we staan nu in Surhuizenveen. Dat is een bekend dorp voor jou. Wat verwacht je ervan vanavond? Ik denk een mooie koers, mooi weer. Sterke deelnemersveld. En ja, voor mij is het een thuiskoers, dus toch speciaal. Is het echt een race? Ja, je moet toch vol aan de bak. En toch altijd de sterkste, die wint wel. Ik ben gewoon wel eens benieuwd, hè? Dan rij je al die rondjes om de kerk, om het maar heel oneerbiedig te zeggen. Ja. Maar wat gaat er dan in je gedachten om? Wat denk jij aan, die 2 uur dat je op die pedalen staat? Ja, het is gewoon afzien plus genieten. Als je ziet hoeveel mensen er aan de kant staan. En voor mij natuurlijk heel speciaal hier in Zuisterveen. Ja, er staan gewoon 5 rijen dikke mensen aan de kant waar misschien 50-60% voor mij komt. Dat lijkt me een fantastisch gevoel. Herken je die mensen dan onderweg ook nog? Steek je wel eens een vingertje omhoog? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik hoor gewoon heel veel met naam. En dat doet je gewoon heel goed. Ja. Wat zijn jouw plannen voor de rest van dit seizoen qua wielrennen? Ik kom van hoogte af en ik ga San Sebastian rijden. Puur als voorbereiding weer op wat komen gaat. De eerste echte koers waar ik weer echt mee wil doen is in Noorwegen. Dat is van 11 tot 14 augustus. En dan gaan we kijken hoe de conditie is. Of ik ja of niet de Vuelta nog ga rijden. Ja. Dat zou je graag willen doen, neem ik aan? Ik wil het graag doen, maar dan moet ik wel een goede conditie hebben. Hoe voel je nu? Ik kom achter de klassiekers in Zwitserland uit een diep dal. En, ik heb 3 weken nu op een berg gezeten en ik voel me nu wel met de dag wel beter. Dus het is nog een beetje in duister tasten, maar ik denk dat we na Noorwegen wel meer weten. Ja, dat is een vreemd iets, hè? Vorm. De juiste vorm, ja. 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 Zoeken. Ja, nou ja, ik heb de driedaagse pannen gewonnen dit jaar. Toen leek alles helemaal perfect en ik had superbenen. Ik heb er ook alles aan gedaan, maar toen werd ik ziek en dan kun je zien dat je in een paar weken gewoon weer aan de grond staat. En dan is het super lastig om weer op niveau te komen. Maar vond je het jammer dat je de Tour moest missen? Want het was een enerverende Tour, moet ik zelf zeggen. Nee, totaal niet. Nee. Ik heb voor de tijd met de ploeg over gehad en ik heb gezegd van voor mij hoeft de Tour hoeft niet. Ik heb 5 keer gereden nu, 1 keer gewonnen. Met Nibali en dat is het hoogst haalbare in deze ploeg. Heb je ook gekeken, 's avonds, samenvatting of live? Ja, bijna elke dag. Dus ik trainde gewoon overdag en s'avonds, middags zag ik de finale. Was je ook net zoals het grote publiek zo teleurgesteld in Mollema? Ja, het was jammer. Tuurlijk. Ja, als je zo dicht bij het podium zit, de laatste 3 dagen, dan is het natuurlijk echt zonde. En, zeker hoe hij in de ronde reed, hij staat hier nu achter, maar dan doet het toch pijn, denk ik. Ben ik wel zeker. Dat snap ik. Leeuwen, bedankt. Geen dank. En goede wedstrijd. Ja, dankjewel. Oké.